De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft in het kader van de nieuwe weg die het bedrijf opgaat, de banden aangehaald met de reisagenten. Gisteravond was er hiertoe een ontmoeting in het Residence Inn Hotel. Zowel de reisagenten als SLM-directeur Robbie Lakshmi Singh waren blij met de ontmoeting. Lakshmi Singh gaf een uiteenzetting van zijn beleidsvoornemens om de toerismesector op te boosten en om de SLM florerend te maken. De slogan die daarbij gehandhaafd wordt is Let's go for it. In de nieuw ingeslagen weg van de National Carrier spelen reisagenten een belangrijke rol, gaf de SLM-topman aan. Wat betreft de recente commissie Issue gaf Lakshmi Singh aan dat hij in partnerschappen gelooft en de SLM haar beleid daarop zal baseren. Reisagent en directeur van Jack Tours and Travel, Jack Uden, is blij dat SLM haar oude slogan Sales Through Agents weer actueel heeft gemaakt. Hij heeft het ook met zoveel woorden gezegd dat reisagenten voor hem inderdaad de belangrijke spelers zijn op het veld. Die hij niet alleen het respect, maar ook onder alle omstandigheden die waardering wil geven. Oké, maar hadden jullie een ander gevoel de laatste tijd? Nee. Wel, er zijn natuurlijk een aantal dingen de afgelopen tijden die zich afspelen binnen de branche. Die, laat me zeggen, wanneer de directeur dan zelf komt om te zeggen van jullie zijn mijn spelers en ik heb nog steeds als slogan Sales Through Agents, dan jaagt het alle andere dingen weg die waarschijnlijk ooit als verkeerd gevoel zouden hebben kunnen bestaan bij reisagenten. Bij mij hebben die nooit bestaan, zeker niet in de relatie met de airline. Maar er zijn toch wel problemen geweest ten aanzien van die commissie die jullie ontvangen op de vliegbiljetten? Die problemen zijn er nog steeds. Hè? Die problemen zijn er nog steeds. Dat we zeggen, ik heb begrepen dat met name bij de KLM het een kwestie is dat dit tenminste bespreekbaar moet worden gemaakt. Ik heb niet begrepen dat in het laatste gesprek dat ik onderhand heb gehad met de directeur van de KLM, dat het zijn intentie is dat getornd moet worden aan het staatsbesluit. In zijn opvatting moet tenminste dit bespreekbaar worden gemaakt na 10 jaar. En dat kan ik me wel voorstellen dat inderdaad we weer met elkaar mogen zitten om na te gaan. Zijn de omstandigheden waarom het toen is ingesteld nog steeds van kracht? Want het was inderdaad de overgang. En moet het nog zo blijven of moet er iets anders gebeuren? Belangrijk is dat een staatsbesluit van de Republiek Suriname wordt gerespecteerd. En dat heb ik in elk geval als geruststellend gevoel van hem ook begrepen. SLM-directeur Lakshmi Singh zegt dat het bedrijf nooit problemen heeft gehad om de wettelijke 6% commissie aan de reisagenten uit te betalen. Het was juist de SLM die, ondanks zij in een joint venture verband was met de KLM, heftig protesteerde tegen een toenmalig besluit van deze maatschappij om de commissie af te bouwen. Lakshmi Singh geeft verder aan dat het bedrijf langzaam maar zeker uit de rode cijfers klimt. De nieuw ingeslagen weg omvat ook een gezamenlijke aanpak van alle spelers op het luchtvaartveld. Met de slogan Let's go for it wil hij het bedrijf dat naar zijn zeggen in slaap was gevallen weer nieuw leven inblazen. SLM is nog in de rode cijfers, maar ook een stuk ongemotiveerd personeel en zo. Een beetje, misschien is het niet prettig dat ik het zeg, maar de waarheid moet gezegd worden, dat bent u van mij gewoon. Een beetje in slaap gevallen SLM. En dat probeer ik nu met de motto Let's go for it, weer nieuw leven, nieuw elan in te brengen in het bedrijf. Het gaat de goede kant op met het bedrijf. We zijn in stijgende lijn om in luchtvaartkringen te praten, termen te praten. We hebben het boekjaar 13-14 net afgesloten. Boekjaar 14-15, het administratief gedeelte dat door SLM klaargemaakt zou moeten worden, is gebeurd. Dat ligt bij de accountant. En 15-16, dat zijn namelijk de achterstallige jaren in onze jaarverslagen. 15-16 denken we zo rond eind februari, begin maart af te hebben. En dan zijn we helemaal bij, want het boekjaar 16-17 is nog lopende. Dat sluit 31 maart af. En dan hebben we de achterstand ingelopen.
Robbie Lachmising, directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. We spraken hem op het SLM-hoofdkantoor in verband met het gesprek dat hij gisteren had met de Surinaamse reisagenten.